Ja, meester Vermassen, een doorbraak die komt eraan, zegt u, daar horen misschien toch wat vragen bij. Een stroom getuigenissen en tips. Wat voor soort tips zijn er bij u binnengekomen in de voorbije tijd? De tips zijn veel erlei. Op de eerste plaats zijn dat ook getuigen van het eerste uur, die toen verklaringen hebben afgelegd, maar die niet zo serieus zijn genomen en niet verder onderzocht. Het gaat om mensen die in het team gezeten hebben, in de onderzoekscel. En die graag willen praten om te zeggen wat hen overkomen is of waarom zij er niet meer in zitten. Mm -hmm. Het gaat om rijkswachters, zelfs van vrij hoog niveau. Mensen die dingen hebben meegemaakt die zij niet normaal vinden en waar zij ook wil over getuigen. Maar dat allemaal op voorwaarde dat het in vertrouwen kan. Ja. En ik denk dat dit nu mogelijk wordt. Ja. Kan u daar een, een voorbeeld van geven? Wat, wat voor tips daar dan tussen zitten? Dat is delicaat, omdat dat natuurlijk het onderzoek is, maar toch mensen die op de plaats van de feiten onmiddellijk voor de aanslag iemand hebben zien toekomen, die dan normalitair bij de uitvoering betrokken is, die dat doorgeven, persoonsbeschrijving, en waar dan nadien uh, ja, die persoon in kwestie zijn auto gestolen wordt op het moment dat hij een verklaring afgelegd heeft. En dan de auto is weg. Wij weten nadien wie hem gestolen heeft. Maar het gruwelijkste is dat die wagen dan enkele weken nadien teruggevonden wordt in een kanaal. En dat daar een lijk in de koffer ligt. Ja. Van intimidatie gesproken kan dat toch wel tellen, denk ik. Vergaande dreigementen eigenlijk. Zit, heeft u het gevoel dat u ook al die, die gouden tip heeft binnengekregen die tot een echte doorbraak kan leiden, zoals u zelf aangeeft? Ik denk het. Er is veertien dagen geleden een verklaring afgelegd die inderdaad van zeer doorslaggevende aard is en die volgens mij een openbaring is over wie er achter zit en hoe het mogelijk is geweest. Dat zo'n aanslag gebeurt zonder dat eigenlijk de politie is dus, tussen beiden gekomen. Dus we gaan te weten komen wat er precies gebeurd is ja, door wie daar bent u van overtuigd? Dat is het onderzoek. Wel, of je alles gaat te weten komen tot dat in de top, wie. dat weet ik niet. Maar feit is dat ik zeer gelukkig ben dat nu dit onderzoeksteam zo uitgebreid is. Negen mensen is niet min uit verschillende invalshoeken. Comité P die zijn gewoon van politiemensen te ondervragen over deontologische fouten. Dan hebben we de gerechtelijke, maar wat zeer belangrijk is. is dat ook het federale. Daarbij komt het federale parket, die zijn ook geen gewone mensen, nee. die kennen hun job. En dat alles samen, dat daar, kun je niet meer in de hand in. houden om te zeggen, wij houden het nu allemaal onder ons, dat bestaat niet daar meer. Daar heeft u vertrouwen in. Ik heb daar vertrouwen ja. in. Die daders, we zijn twee weken geleden toch eentje van enfin, te weten gekomen wie het was, man die overleden was. Het. het gevoel leeft soms, iedereen is overleden of al lang uitgeweken. Zijn er nog daders in ons land die nog ja. leven? Zeker, ja. Sommigen niet in ons land, maar er zijn ook betrokkenen die leven, dat staat vast. Maar dat zal nu verder onderzocht worden door het team dat nu aangeduid is. Het enige dat ik een beetje spijtig vind is: ik had nog gevraagd voor een bijkomende onderzoeksrechter en waarom. Als mensen anoniem een verklaring willen afleggen. Dan moeten ze dat doen tegenover een onderzoeksrechter. Dat zegt uh -huh. de wet, want die moet onderzoeken of het dan nog niet moet zijn. We hebben dat niet. Nu, het zal wel opgelost worden, maar ik hoop, en ik zal ook morgen al contact nemen met het ministerie van Justitie, het hoop, dat wij een nummer krijgen waar de mensen zich kunnen toelichten, ja. telefoonnummer, om te zeggen: kijk, ik heb een verklaring en dat ze weten waar ik wil wat naartoe daar, uh, Ik, wil, ik om... wil die daar brengen. Ja. Toch nog heel even terug. Als u zegt er zijn nog mensen in leven, mensen ook in ons land, die, die... is dat gevaarlijk? Ja, dat is altijd gevaarlijk op dat niveau. Hè. Dus mm. daar moeten we eerlijk in zijn. Uh, als die mm. mensen in, in het nauw komen, ja. nu wat ons betreft, wij hebben ons werk gedaan. Alles is weg. Dus alle verklaringen zijn weg. Bij ons is niks meer te vinden. Nog bij mijn cliënt David van der Steno, bij mij. Dus uh, ja. nu is het aan het onderzoeksteam om verder te werken. Wij ja. hebben dat veertien dagen opgevangen, maar ik heb ook geen tijd om dat verder te doen. Ja. We zullen wel het dossier opvolgen en zeker controleren ja. dat alles wat verklaard wordt en doorgestuurd, dat er in dossier dat komt. Maar ik komt. denk met deze ploeg. Dat we goed zitten. Zo'n uitgebreide ploeg, zo gevarieerd. En uh, dan vooral ja. ook de misdaadanalyst, die in tweetalige is. is dus 9 u, daar op 10 in Vlaming. In, en dus uh, daar heb ik ook wel een hoop op. Ja. Oké, okay. mensen die tips hebben, kunnen dat trouwens ook laten weten op onze website nieuwsleaks.be. Ja. Dank u wel, meester van Graag gedaan.